Denk om je hoofd. Oh, god. Ja, zie je? Ik wist het. Vrouwen die zijn lang niet zo kinderachtig als een man. In de Westsafari reizen onze verslaggevers door de regio. Op jacht naar de mooiste verhalen. Verslaggever Anita en cameraman Arbel zijn vandaag in Monster. Dit Westlandse dorp telt 14.000 inwoners en heeft een 5 kilometer lang strand. In Monster vind je veel monumenten, zoals de hervormde kerk en de vier windenmolen. Eens even kijken of de molenaar thuis is. Goedemiddag, bent u de molenaar? Ik ben van de stichting. Bent u van de stichting? Stichting Molen Monster. Wat is het voor molen? Dit is een korenmolen. En een hele oude. Bent u open of bent u dicht? We zijn nu gesloten. Want waarom? We zijn, de molen is op het ogenblik in onderhoud. Maar wat is het probleem in deze molen? Nu is het probleem dat we tijdens het onderhoud hebben ontdekt dat er een knaagkever bezig is in het bovenwiel. De knaagkever, ja, wie kent hem niet, is een insect dat zich invreet in houten balken. Kom, we gaan naar boven. Ik wil de kever even zien. Gaat u voor? Ja. Dames, gaan voor. Nou, in de molen vind ik wel dat de heren voor moeten gaan. Ja? Want anders stel dat ik een rok aan zou hebben, ja, dan... Dat vind ik niet horen. Het leven van Dick draait om de vier windenmolen. Al 8 jaar is hij hier dag en nacht te vinden. Toen ik hier binnenkwam, was het allemaal kaal. Toen heb ik dus die foto's heb ik verzameld. Dat heb ik allemaal uitgestald. Ik heb boeken erbij gehaald. Dit is echt, die heb ik nagemaakt naar onze eigen molen. Hoe lang bent u daarmee bezig geweest? 3 maanden. Ja, dat zit in me en ik krijg het er nooit meer uit. Ik krijg het echt niet meer uit. Denk om je hoofd. Gelukkig heb ik een bos haar om het te beschermen. Oh, god. Ja, zie je? Ik heb het gezegd. Ik wist het. Oh. Mag ik de camera terug? Daar ben ik het helemaal mee eens. Wel, hè? Vrouwen die zijn lang niet zo kinderachtig als een man. Weer gevaarlijk, hè? Oh. Voor je hoofd. Maar waarom zit die kever zo hoog? Misschien is dat wel de delicatesse voor zo'n beest, wie weet. Maar is het een ander soort hout? Nee hoor, het is allemaal hetzelfde hout. Zijn we er? Nog 1 etage. Straks gaat de zoektocht naar de knaagkever verder. Maar nu eerst gaan we richting de duin. Hier, vlakbij het strand, lag jarenlang camping De Molenslag. Nu niet meer, want de camping is onlangs geruimd door natuurbeheerder Dunea. Zij willen er een natuurgebied van maken. Wat zou u uit de weg willen ruimen? Bureaucratie. Ja, en waarom? Omdat dat denk ik heel veel tijd en geld kost. Buschauffeurs die te laat komen. Ja, want dan mis je alle overstap en de weg van Monster naar Den Haag is nogal irritant. Gemeente 2 gemeentehuizen in altijd. Gewoon veel te duur, joh. Ja. Veel te duur. Ik kan er nu opbrengen. De huizen. Maar stel dat je daar nou woont. Dan zal ik zelf wel weer verhuizen. Nou, degene die daar de opdracht toe heeft gegeven, die camping wil weg hebben. Kassen weghalen, vooral langs de kust. Waarom? Nou, ik denk dat er genoeg kassen overal staan. Mensen kunnen ook naar Groningen gaan en hele gebieden, daar kunnen ze kassen neerzetten. Geen flauw idee. Nee, helemaal ook geen flauw idee. We gaan even lekker van de zon genieten. Ja, doe dat. Fijne dag, hè? Hetzelfde. Dag. Terug naar Molen de Vier Winden en de zoektocht naar de knaagkever. Arbel, Anita en molenman Dick hebben eindelijk de plek bereikt. Officieel mag niemand op die afdeling komen. Alleen de molenaar die gediplomeerd is. Hoe komen we boven dan? Voor 1 keer omdat hij niet draait. Dat sta ik toe. Bedankt. Dat is gevaarlijk hier, hoor. Ja. Want je kan hier echt niet goed staan. Is er nog geen ruimte voor mij? Ik weet het niet. Ik denk dat ik alleen op zoek moet naar die knaagkever. Nou, kijk. Die knaagkever, die zit in dat wiel. Ik zie hem. Nou, niet de knaagkever zelf, maar wel de gaten die hij heeft gemaakt. Geef maar even de camera. Dit is dan het bovenwiel. En hier ziet u de gaatjes zitten, hier nog erger. Nou, de knaagkever die heb ik persoonlijk nooit gezien. Ik heb er heel veel over gehoord, want dat is voor iedere molenaar een ramp. Je kan het hier zelfs zien, dat is allemaal weggevreten. Als dit draait en die kammen die breken, dan legt het hele spulletje stil. Dick droomt zelfs over de vreselijke knaagkever en wat hij allemaal kan aanrichten. Dat zo'n molen
op een gegeven moment niet meer te gebruiken is en dat die dan vanzelf in elkaar gaat storten. Nou, dat zou voor mij gewoon een ramp zijn. Alleen, het kost een paar centen om de schade te repareren. Anita en Arbel hebben al hun forse bijdrage gegeven. Dankjewel. Wil je Dick ook blij maken? Geef gul om de knaagkever te bestrijden. Dankjewel. Morgen gaat de Westsafari verder op jacht naar mooie verhalen in Monster. Tot dan.